We staan hier in Boksmeer en u ziet het, het begint hier aardig druk te worden. En we gaan zo meteen kijken van wat er allemaal gaat gebeuren. En ik moet zeggen, bokkenschieters, alle complimenten voor jullie. Probeer door het spel, dan vergeet je alles even. Heb in ieder geval heel veel plezier en ik hoor altijd wie er gewonnen heeft. Want ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Maar het gaat vooral over het samen zijn en geniet daarvan. Hele, hele fijne dag. Dankjewel mevrouw Hendricks. Maar voordat we beginnen, mag je eerst even een boel bij dit busje proberen te gooien. Dan kunnen wij zien of je ook geschikt bent om te boelen. Oké. Ik ben er bang voor, maar. Oké, het toernooi is bij deze geopend. Graag gedaan. Dankjewel. Ik heb al een prijs gewonnen, dat zie je wel. En we staan hier bij de voorzitter en we staan bij... Piet Kuster, de van de bokkenschieters. Ja Piet, we hoorden zojuist al van jij het al een aantal jaren voorzitter bent, hè? Dat klopt, ik ben al met 4 jaar ingegaan. En nou, we hebben prachtig weer. Wat is nou eigenlijk zo goed dat deze vereniging er is? Ja, die vereniging qua gezelligheid, qua sociale contacten onderling, want dat is heel belangrijk. Want je speelt toch met een bepaalde leeftijdscategorie. Ook de jeugd is van harte welkom. En de nieuwe leden zijn altijd welkom. En het gaat eigenlijk ook hoofdzakelijk om de sociale contacten. Als nou een van de kijkers gewoon dit zien en denken van... hé, dat is misschien wel leuk om eens te komen. Kunnen ze ook op een website kijken? We hebben een website van de bokkenschieters. En de boeivereniging de bokkenschieters. Kunnen ze ook kijken, ze hebben ook het nodige op. En ze kunnen altijd vrijwillig komen kijken. En ook nog eventueel vrijwillig meespelen.